Hallo beste ouders, welkom. Ik zal me even voorstellen voor degenen die me niet kennen. Ik ben Jessica Westerink, de directeur van de Albert Schweitzer School. En mijn naam is Kim Hoofman en ik ben de adjunct-directeur van de ASVO. En samen vormen wij de directie en hebben wij de verantwoordelijkheid over beide locaties. Dan willen we u graag nu meenemen voor een rondleiding door onze school. En dan starten we natuurlijk bij de kleuterafdeling. Gaan jullie mee? Dit is onze secretaresse van de school. Hi. Als er vragen zijn of als u een schoolverklaring nodig heeft, als u een contributie wil betalen, dan kunt u daar bij haar terecht. Ook als u uw kind ziek meldt, dan is de kans groot dat u 's ochtends daar een lijst daarvoor aan de telefoon krijgt. Mijn naam is meester Luc en ik ben hier de ICT-coördinator en ik geef computerles aan de groepen 5, 6, 7 en 8. Vandaag in groep 7, groep 7C, en we gaan onder andere bespreken hoe we een map maken. Otra semana, mi tío Leo, a casa, cutachi Erika. Hi, ik ben juffrouw Mari. Ik geef pakkement, trouwens de leukste juffrouw van de hele school. Ik geef pakkement vanaf groep 4 tot en met groep 8. Ik ga u nu iets vertellen over de communicatie op onze school. We gebruiken hier verschillende middelen voor. We hebben onze mail. Het schoolmailadres is info@vpco.org. Maar uiteraard heeft elke groepsleerkracht zijn eigen mailadres. En ook alle andere personeelsleden en wij als directie hebben ons eigen persoonlijke e-mailadres waar u ons op kunt bereiken. We hebben onze maandelijkse nieuwsbrief. Die staat altijd bol vol informatie over wat we op school aan het doen zijn, welke activiteiten er aankomen in die maand, welke jarigen er zijn, wat er op de school speelt. En daar is ook altijd een verkorte versie bij in de vorm van een bullet in het Nederlands en het papiermens. Het is goed om de nieuwsbrief of de bullet iedere maand even goed door te nemen, zodat u weet wat er op onze school speelt. We hebben ook een kalender. Op de kalender staan alle activiteiten die in een jaar plaatsvinden. De kalender heeft u als het goed is al van ons ontvangen, maar deze kunt u ook altijd nog terugvinden op de website van de school. Verder hebben we ieder jaar oude avonden.
Vanavond zou er ook een oude avond zijn. Die is nu in een digitale vorm. Maar we hopen dit jaar toch ook nog weer een persoonlijke oude avond te kunnen organiseren. En dat gaat dan over een thema of over een bepaald onderwerp. We zouden het dit jaar heel graag nog willen hebben over het gebruik van social media en mediawijsheid voor de kinderen van de school. Verder hebben we een Facebookpagina op school. En daarvan kunt u lid worden, aanmelden. En dan kunt u alles volgen wat er op de school gebeurt. De naam is Dr. Albert Schweitzer FO. Ook VPCO heeft een eigen Facebookpagina. Verder vinden we het voeren van gesprekken met u als ouder heel belangrijk. Dit kan natuurlijk altijd gewoon via de mail of via een momentje via de telefoon als dat nodig is. Maar ook plannen we jaarlijks 2 of 3 momenten in waarin we alle ouders willen spreken. Dat zijn de startgesprekken en de rapportgesprekken. Het ouderportaal. Voor de ouders die al langer bij ons op school zitten, zal dit niet iets nieuws zijn. Maar voor alle nieuwe ouders hebben hier wellicht nog nooit van gehoord. Wij werken op de ASVO met Parnassus. Dat is een leerlingvolgsysteem. Hierin houden wij alle cijfers bij van de leerlingen. Ouders hebben hierop een speciale pagina. Daar kunnen zij op inloggen en vervolgens kunnen zij thuis alle resultaten van hun kind bekijken. Ouders die al langer bij ons op school zitten, behouden gewoon hun inlogcodes. En nieuwe ouders ontvangen van meester Luc een e-mail met daarin een inlogcode die zij vervolgens kunnen gebruiken. Wederzijdse verwachtingen. Het is heel belangrijk om als school en als ouders wederzijdse verwachtingen naar elkaar uit te spreken. Wij proberen dit door middel van deze ouderavond te organiseren. En we hopen dat u als ouder contact met bijvoorbeeld de leerkracht over uw kind opneemt of over andere zaken met de directie. De deur staat altijd open. Goed onderwijs maak je immers samen. Het is altijd goed om met elkaar terug te blikken op wat wij hebben bereikt als school. In het afgelopen schooljaar hebben wij de volgende 4 punten met elkaar bereikt. Het organiseren van het afstandsonderwijs, nieuwe werkwijze omtrent COVID-maatregelen, huisvesting en de methode taalactief voor de groepen 4 tot en met 6. Het afstandsonderwijs was nog een hele kluif, maar al met al kunnen we zeggen dat het ons toch is gelukt. Mocht het zo nodig zijn in de toekomst, dan zullen wij nog wat aantal kleine puntjes op de i zetten, maar wederom zal het ons lukken. Nieuwe werkwijze rondom COVID-maatregelen. Ook dat is iets wat we hebben bereikt. Natuurlijk moeten we af en toe nog wel kijken hoe we dingen beter kunnen regelen. Met al kunnen we zeggen dat het redelijk goed gaat bij ons op school. Huisvesting. Er zijn 5 nieuwe barakken gebouwd bij ons op het schoolplein van de basislocaties. En inmiddels worden ze goed gebruik van gemaakt. Wij zijn er dan ook reuze trots op. Methode taalactief voor de groepen 4 tot en met 6. Vorig schooljaar zijn de groepen 4 tot en met 6 gestart met een nieuwe taalmethode, taalactief. Het is best een moeilijke methode voor de kinderen qua niveau van het Nederlands, maar we kunnen nu al zien dat het zijn vruchten afwerpt. We willen ook met u naar de plannen kijken voor dit schooljaar. Wat gaan we dit jaar samen bereiken? Met de groepen 1 en 2 willen we gaan kijken hoe we het spelend leren in hoeken verder kunnen uitbreiden. Daar zijn we al mee gestart op de startdag. En zo willen we met elkaar meer in hoeken gaan leren, zodat de kinderen in verschillende hoeken met en van elkaar leren. Ook het zelfstandig werken met een planbord in groep 1-2, met dagtaken in de hogere groepen en weektaken in de hoogste groepen, willen we dit jaar echt verder vorm gaan geven. Ook hier zijn we op onze startdag van het begin van het schooljaar al mee gestart. Verder zal er dit jaar een vervolg gegeven worden aan de scholing van Novulo. We hebben vorig jaar de scholing niet door kunnen laten gaan vanwege COVID. Het jaar daarvoor hebben we een interessante scholing gehad van Novulo. En zij hebben ons geleerd hoe we ons onderwijs meer gedifferentieerd kunnen vormgeven. Zodat we ook kunnen werken met plusklassen en dus aan aandacht kunnen geven aan ook de kinderen die meer uitdaging nodig hebben, maar ook de kinderen die op een andere manier onze aandacht nodig hebben.
Verder willen we dit jaar ook het rekenonderwijs goed onder de loep nemen. Onze rekenmethode is al ver verouderd. In de laatste jaren hebben we ons veel gericht op taal, lezen, papiamento. En het rekenonderwijs verdient ook onze aandacht. En daar gaan we ons dit jaar eens goed op richten. Wat gaat er goed? Wat moet beter? En welke methode zou ons daar misschien bij kunnen ondersteunen? Verder is de bibliotheek op de basis verplaatst naar een nieuw lokaal. Deze moet nog verder geverfd worden, aangekleed worden, zodat de bibliotheek een fijnere plek wordt voor de kinderen om met elkaar boeken te gaan lenen en zelfs ook te gaan lezen. Op onze school vinden we ouderbetrokkenheid enorm belangrijk. Dat houdt in dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs van het kind. Onderwijs maken we immers samen. Daarom hebben we ten aanzien van u ook bepaalde verwachtingen. Zo verwachten we van u dat u bijvoorbeeld aanwezig bent bij de startgesprekken en de rapportgesprekken. Ook verwachten we van u dat u goed contact houdt met de klasseleerkracht. Uiteraard verwachten we ook van de klasseleerkrachten dat ze goed contact houden met u. Ook willen we graag dat kinderen goed begeleid worden thuis. Dat houdt in samen lezen, voorlezen, helpen bij het huiswerk. Dus ook een stukje begeleiding vanuit thuis in de ontwikkeling van uw kind. Ook verwachten we dat er informatie die we sturen goed wordt gelezen. Zoals de schoolgids, de nieuwsbrief, maar ook andere informatie die we u sturen per mail of die door de leerkracht wordt gestuurd. Lees het alstublieft goed door, zodat u op de hoogte bent van wat we u willen vertellen. Als school hebben wij ook een aantal verwachtingen ten opzichte van u voor wat betreft de navolging van de schoolafspraken. Zoals verlofaanvraag, ziekmelding, schooltijden en het uniform. U kunt deze zaken terugvinden in de schoolgids. Die hebben wij met deze presentatie meegestuurd. Lees het goed door! Nu volgen er een aantal slides van Stichting Naschoolse Activiteiten. Als school werken wij nauw met hen samen. Zij verzorgen opvang van leerlingen na school in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar oud. Tevens organiseren zij leerzame en leuke vakantieplannen, zodat u met een gerust hart uw kind hier kunt brengen wanneer u zelf aan het werk moet. Meer informatie vindt u op hun Facebookpagina Stichting Naschoolse Activiteiten of via hun website. Nu zijn we bijna aan het einde gekomen van ons filmpje. We willen alvast heel hartelijk bedanken voor het bekijken van dit filmpje. U zult ook filmpjes gaan ontvangen van de groepsleerkrachten van uw kind of kinderen. Goed bekijken, want er staat veel nuttige informatie in over de klas van uw kind. Verder, als u nog niet heeft ingetekend voor het startgesprek, doet u dat alsnog. Nogmaals dank voor uw aandacht en dan wensen wij u en uw kind of kinderen een heel fijn schooljaar toe.